Eindhoven heeft in het sportpark aan de Aalsterweg de Nederlandse atleten zien strijden om de kampioenstitels. Kees Koch, die het kampioenschap kogelstoten op zijn naam bracht, vond ook bij het discuswerpen zijn draai en gooide zich met een worp van 52 meter en 94 centimeter in de Olympische ploeg. Hoewel hij met deze prestatie toch nog ver beneden zijn record bleef. De 110 meter horden leverden geen verrassingen op. Dave Kamerbeek uit Eindhoven zou zeker het eerst langs de tijdwaarnemers flitsen. En dat deed hij ook. Al na de vijfde horde was hij los. Hij finishte na 14:14 de seconde. De Maastrichtenaar Servé Wijzen zorgde wel voor een surprise. Bij het polstok hoogspringen legde men eerst de lat op 3,80 meter en daar ging hij makkelijk overheen. Maar daarna kregen ook Fanny Blankers en de andere atleten belangstelling voor de kleine Limburger, want hij werd de eerste Nederlander die over de 4 meter sprong. ...4,02 meter had men gemeten en van alle kanten werd Wijzen geluk gewenst. Maar bedachtzaam als Nederlanders nu eenmaal zijn, werd alles nog eens precies nagemeten. En toen bleek dat men zich 1 centimeter vergist had. Maar ook dat was toch een mooi nieuw record. En zeker niet om te huilen. De Amsterdammer Henk Heida zorgde ook voor een recordverbetering en wel op de 800 meter. Aan het einde van de eerste ronde had hij de leiding genomen en hij behield die tot aan de finish. Van het record dat al op zijn naam stond, knabbelde Heida 2/10 seconden af. Hij bracht het nu op 1 minuut en 50 2/10 seconden.